I'm glitching like a En ik zeg yo, vriendjes en vriendinnetjes. Woep. We hebben weer een solo duplicatie glitchy. Maar dan ook met schone kentekens. Ja, schone kentekens, schone duplicatie glitch. Hey, het is 12 uur. Precies 12 uur. Zo bijzonder. Ah, ik ben goed bij de tijd, kan je zien. Ja, ze noemen me ook wel vadertje tijd. Waar gaat het over? Over mijn vorige video. Daar, nah, whatever. Hey, wat heb je allemaal voor nodig voor deze glitch? Een auto die je gedupliceert met veel upgrades. Dus een Arena Upgradable auto. Een MOC met Personal Vehicle Storage. Dus niet een workshop, maar een Personal Vehicle Storage. En daarin opslagen dus jouw auto die je gaat dupliceren. Neem dus een Issy of een Retro Allergy of zo. Dat zijn auto's die veel geld opleveren. Je hebt voor deze geen custom kentekens nodig, jongens. Ik heb hem er wel op zitten om te laten zien dat hij verandert. Maar het is dus niet nodig voor deze glitch. Wat heb je nog meer nodig? Job Teleport. Dat is gewoon heel handig. Het hoeft niet. Je kan met de CEO-bus het van A naar B. Maar ik gebruik Job Teleport. Maak jezelf er bekend mee. Hè? Different Targeting Mode. Daar staat ook een link hier beneden onder deze video. Hoe de hele Targeting Mode en Job Teleport, hoe dat allemaal werkt. Dus join gewoon even iemand, je neemt een job, dichtstbijzijnde aan jouw workshop, tuner workshop, en je joint iemand in een andere targeting mode, je accepteert de eerste en cancelt de tweede. Daddy, mijn vriendje zit in dezelfde targeting mode. Ja, oké, nou dan moet jij een andere targeting mode nemen als je vriendje, dan kan je hem gebruiken. Oké, we gaan de workshop in en in de workshop gaan we gratis allergies, moet je hier hebben staan, gaan we er eentje van meenemen, de modshop in. Dus één van jouw gratis allergies die je al van tevoren hier hebt neergezet. Je kan natuurlijk ook nog, je kan ook door blijven wisselen. Hè. Je zou natuurlijk steeds een nieuwe allergie hier neer kunnen zetten. Maar ik heb er alvast twee neergezet, want deze glitch gaat echt heel erg snel. Let even goed op, moet er één ding aan de auto veranderen. Alles kost eigenlijk geld. Eén dingetje is gratis en dat is de, hoe heet dat? Crew Emblem, zo moet ik het zeggen. Ja, Crew Emblem. Zet die er even op en haal hem er weer af, desnoods. Je kan hem erop en eraf, erop en eraf. En dan rijden we hem de workshop uit. Dus we hebben één dingetje veranderd aan de auto. We krijgen dan zo dadelijk rechts onderin een oranje saving circle. Ja, dan weet je dat dat gelukt is. En dan gaan we terug naar de bunker. Nou, of je loopt naar buiten en je pakt je busset en je gaat weer terug. Je CEO-busset, maar je mag geen persoonlijke voertuigen gebruiken. Maar Job Teleport is natuurlijk veel makkelijker. Hè? Join even iemand in een andere targeting mode en je hebt dus die job gestart en dan kom je bij de bunker uit. Ik heb persoonlijke jobs gemaakt, dus bij al mijn panden heb ik dan van die jobs staan. En die kan ik dus heel makkelijk, dan sta ik dus eigenlijk gewoon pal voor de deur. Maar je kan natuurlijk ook gewoon die blauwe jobs gebruiken, hè? Dat maakt helemaal niks uit. Oké, we lopen terug de bunker in en eenmaal in de bunker. Ja hoor, daar staat gewoon je issue nog. Nou, let goed op. Op het moment dat wij in deze auto gaan stappen, zal het kenteken veranderen in het kenteken van die gratis allergy. Kijk eens, hier zo staat die. We hebben dus een nieuw schoon kenteken gekregen op deze auto. We hebben dus geen custom kentekens nodig. We rijden hem in de MOC. Hij zegt dat de Personal Vehicle Storage vol is. De auto die achterin de MOC stond, het origineel, zal ik maar zeggen, wordt nu naar de modshop gedouwd, naar je tuner modshop. En dit is jouw duplicatie. Nou, het leuke van deze auto's is dat je van een dupe kan maken. Dus je kan gewoon maar door blijven dupliceren. We zetten hem weer even hier neer, alhoewel dat eigenlijk niet eens hoeft. Maar goed, ik heb het toch maar even gedaan. Omdat we al buiten de bunker geweest zijn, zien we nu de job zal staan. Dus we kunnen alvast de job even openen. En dan gaan we weer iemand joinen, andere targeting mode. Hoppakee, accepteer de eerste, cancel tweede. Hoppakee, modshopje in. Ah, lekker man. Deze kan je gewoon de hele tijd blijven herhalen. Misschien is die ander sneller, maar met die arcade, zou ik maar zeggen. Omdat je daar met je Vegio's, ja, kun je in 1 minuut en 4 seconden kun je een auto dupliceren. Dan ga je hier niet meer redden. Maar deze is ook snel hoor. En ze zijn schoon. Nogmaals, clean duplications hier zo. En je ziet hem ik denk misschien wel bijna als allereerste hier bij Daddy op zijn kanaal. Hè. Ik heb hem nog bijna nergens voorbij zien komen. Ik vond op een gegeven moment een Franstalige, of misschien wel Italiaanstalig. Ik kon niet eens verstaan wat hij zei, maar ik zag hem dit doen en ik denk, ja, dat kan wel eens werken. Nou oké, en het werkt inderdaad. We hebben één ding veranderd aan de allergie. We gaan terug naar de andere kant en we gaan terug naar de bunker.
Start in de jobs, dit zijn aan de bunker. We joinen iemand andere taak die motor. Accepteer de eerste kans. De tweede, loopt naar binnen. Opschieten, daddy. Want anders duurt de video te lang. En dan is het, hello guys, Mr. Boss for the Loose here. En in today's video, nou, dat hoeven we dus niet te doen. Want 5 minuten 57, lekker snel videootje, daddy. Kijk, kentekentje verandert weer. Hoppakee, en dan gaan we weer. Hoppadabopadabop, in de MOC zetten, personal vehicle storage is vol en nu is jouw duplicatie gesaved. Ja, op het moment dat die in de MOC staat, is die gesaved. Lekker man, hele schone duplicatie glitchy hier op het kanaal van Daddy. Ja, Daddy heeft eigenlijk ook wel zin in een schone duplicatie. Maar dan van een gewilde koek, inderdaad. Nou, dat was het voor mij. Daddy Cool, Daddy Goud. Heel veel plezier met deze schone duplicatie glitchy. Yo, 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 yo. Yeah.